ik vroeger mijn vak moeten leren, dames en heren. Tegenwoordig gaat het natuurlijk sneller. Er is televisie en er zijn duizenden kansen voor alle mogelijke artiesten. Want de televisie vraagt telkens nieuwe gezichten en nieuwe mensen. Vanavond neem ik u even mee, dames en heren, naar de studio, naar de televisiestudio. Want er is vanavond een talententest. Een auditie. Dus er komt hier aanstonds een debutant. En deze man komt hier een proef van bekwaamheid afleggen. Daarboven zit de jury. En de jury spreekt de debutant toe door de microfoon. Ik zal de nerveuze man, de nerveuze debutant, even halen. Ja, mijn naam is Jack Bemelmans. Ik ben de producer van de afdeling amusement. Wilt u even bij de microfoon gaan staan en duidelijk uw naam zeggen? Ja, meneer, op de eerste plaats wil ik eens even hartelijk bedanken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen. Alleen uw naam, alsjeblieft. Mama, ik wou even hartelijk danken voor het schrijven dat ik heb gekregen om hier te verschijnen in de studio, om hier een proef te spelen. Alleen uw naam graag, alstublieft. Oh, de naam is Hartman, alstublieft. Hartman, Charles Hartman. Met een T. Oh, dat mag niet zo uit. En uw leeftijd? Leeftijd is 64 jaar, alstublieft. Wat heeft u voor een nummer? Een telefoonnummer bedoelt u? Nee, uw nummer, uw act. Oh, bedoelt mijn theaternummer? Ja, natuurlijk. Ja, dank u wel, alstublieft. Meneer, ik ben goochelaar. Ik heb een tovernummer. Ja, kunt u ons in het kort iets vertellen over uw werk? Oh, heel graag. Dank u wel, alstublieft. Meneer, momenteel woon ik 40 jaar in Nederland. Ik woon 40 jaar in Holland. Maar ik heb altijd veel gezworven in het buitenland, in de variété, met het goochelnummer. Onder de naam Charelli. Charelli was de naam. Dat was een naam die was eigenlijk samengesteld van twee verschillende personen. Daar komt mijn vrouw van damals, heette Ellie. En ik heet zelf Charles. En ik heb die twee namen tezamen gekleefd. Niet? En zo is dat Charelli geworden. Waarschijnlijk heb je wel van de naam gehoord, niet? Nee. Oh. Ja, ik heb speciaal meegenomen een paar mooie kritieken. Zal ik maar even boven in het hokje komen, met u misschien even? Nee, dank u wel. We hebben altijd veel succes gehad, meneer, met het goochelnummer. In de eerste jaren van de oorlog, daar had ik nog een uitgebreid nummer met 24 konijnen en met 12 witte duiven. Maar ja, dan is de hongerwinter gekomen. Ja. Dan heb ik min of meer mijn eigen nummer opgegeten. Niet? Ja, en als de oorlog voorbij was, dan heb ik weer willen beginnen, maar er was geen variété meer. Je moet niet vergeten, de televisie is mooi, maar heeft ook veel kapot gemaakt, meneer. Juist. Jawel. U kunt beginnen. U heeft 2 minuten. Ah, meneer, ik kan toch niet in 2 minuten, dan kan ik toch niet het hele... Dat hoeven we niet te zien. Dan begint u maar. Dank u wel, alstublieft. Moment, de hoed wil niet openspringen, meneer. Waarschijnlijk zit de veer te strak gespannen, denk ik. Thank you.
Dat maakt niets uit, meneer. Ik zal ohne hoed werken, ja? Ik zal het nummer blootshoofds afwerken. Is geen verschil. De truc met het ei. Ik heb het ei laten vallen, meneer. Druk met het rode balletje en het toverstokje. Het witte dopje is eraf gevallen, meneer. Nog een truc met een ei. Een stuk van bordje afgevallen, meneer. Druk met de duif. De duif is dood. De duif heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. De duif moet fladderen, meneer. Ja, uw tijd is om. U kunt nu wel gaan. De tijd is om? Ja, u hoort nog wel van ons. Dank u wel, alstublieft. Meneer, als u mij misschien nodig heeft voor een programma, want u wil me misschien nog opbellen of zo. Ik heb zelf geen telefoon. Maar ik woon boven een sigarenwinkel. Dag, meneer Hartman. Oh, dag, meneer. Hoe was de naam ook weer? Bemelmans. Jack Bemelmans. Nooit van gehoord.